Het is een erg belangrijk handschrift voor de middeleeuwse literatuur in het Middel-Nederlands. Het is eigenlijk de oudste collectie met wereldlijke liederen met muzieknotatie erbij die bewaard is gebleven. 146 liederen staan erin. Die zijn eigenlijk enkel en alleen in het Grytuze handschrift bewaard gebleven. Dus het is echt een unieke bron voor de middeleeuwse liederen. En daarnaast, nu we er ook al heel wat archiefonderzoek hebben kunnen ronddoen, is het ook gebleken dat het een heel interessante bron is voor de geschiedenis van de stad Brugge en het milieu waarin het ontstaan is. We hebben ook een uitgebreid randprogramma met lezingen, workshops, bijvoorbeeld rond middeleeuwse muziekinstrumenten, rond calligrafie. Er is een wetenschappelijk congres eind april en gelijklopend daarmee ook een concertreeks in het concertgebouw. Recht bezoek doet dat ik ken, een trouwen rijn, niet als pilijn. Er is als het ware.